Deze week is de aanleg van plantvakken in de kasteeltuin in Wijchen van start gegaan. De vakken zijn onderdeel van een groter project waarin de kasteeltuin opgeknapt wordt, zodat de tuin aantrekkelijker wordt voor bezoekers. De plantvakken worden aan de achterzijde van het Wijchens kasteel geplaatst en daar begint in februari ook de aanleg van een nieuwe speelplek. Verder wordt er nog meubilair als banken, plantenbakken en afvalbakken geplaatst en wordt er door vrijwilligers gewerkt aan een mozaïekbank.